Yo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Krakorpus. Ja, vandaag speel ik Clash Royale. Laat er vast een like achter. We hebben een hele dikke chest opening die er nu gaat aankomen. Hij is letterlijk heel erg groot en hij is weer op het account van Gumball, oftewel Stef. Super bedankt dat ik weer op jouw kanaal, waarom zeg ik altijd kanaal in plaats van account? Op jouw account mag. Het is zo'n ziek account met zoveel chesten. Wij gaan het zien. Hier, kijk. Master 1, dus 4900. Draft chest. Daarnaast hebben wij free chest, crown chest. Volgens mij zat er ook een grand challenge. Weer even mijn mobiel weggooien. Voor mij ook een grand challenge chest bij. En dan zie je nog een golden chest, giant chest, super magical chest en magical chest. Nou, dit is een hele dikke chest opening. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. Laat er vast een like achter. En trouwens, heel veel mensen die mijn video's kijken zijn nog niet geabonneerd. Ben je nog niet geabonneerd? Druk op de abonneerknop. Het is gratis en elke dag upload ik een nieuwe video en dan kan je hem gelijk zien. Dus dat zou fijn zijn als jullie dan willen abonneren. Maar wij gaan beginnen. Gold. Bijna 5000. We gaan kijken. Archers. We kiezen gewoon voor de archers. Het zijn er toch maar 3, dus er waren niet heel veel uit. Wat? 3 en 4. Oké. Minions dan. Skellies. Ik vind het wel raar. We krijgen wel heel weinig. Nee, ook weer geen legendary. Op mijn kreeg ik ook nog geen legendary. En op deze ook helaas niet. Ja, Dark Goblin is een stukje beter. En dan de laatste, de Epics. Dat, oh mijn god. Arme Stef. Dit is echt verschrikkelijk. Giant Skeleton is toch ietsjes beter. En dan kan hij naar level 6. Ja, ik weet het ook niet. Sorry, dat was een best wel slechte draft chest. We gaan even door. Free chest. Hoppatee, er zit een heal en bomber. We gaan even snel kijken. Hij heeft ongeveer level 6 Epics. Ja. Level 12/13. Deze is bijna 13. Nou, eigenlijk level 12 Commons. Level 8 Rares. Bijna level 9 een paar. Level 6/5 epics. En level 2/2 eigenlijk. Bijna een paar 3 legendaries. We gaan even door. Free chest. Er zit in gold, gems, rocket en fire spirits. Dan gaan we nu door. Ja, wat, ja, 12-1. Dat doet Stef toch best wel lekker. Volgens mij was dat Milan op zijn account. Maar dat weet ik niet zeker. Best wel lekker 12 wins. Gold, archers, dark goblin, giant en bats. Dan gaan we nu de crown chest. Daar zit in gold, gems, bomber, skellies, valkyrie en een epic, een giant skeleton. Ja. Ik ga even kijken met welk deck hij in challenges speelt. Dit zijn toernooien, dit. Kijken of ik er nog eentje kan vinden. Nee, kan ik helaas niet meer vinden. Misschien hier. Met welk deck speelt hij? Misschien wel met dit deck. Of deze. Oké, nou, ik ben benieuwd wat de 12 wins. Doet hij best wel lekker. Even kijken, wat willen we hierna doen? We doen een clan chest. Hopelijk zit er een legendary in. Je weet het natuurlijk maar nooit. Een vuurbal. Bats, musketeer, Hawk Rider, bomber, nee, de Knight max level, dat is best wel chill, dat is best wel nice, en nu komen de epics, en dat zijn 3 goblin barreltjes, maar die Knight max level, dat is best wel fijn. Heeft hij ook hier iets? Ja, heeft hier ook iets, 16 gems, ik denk dat ik dat wel mag openmaken van hem, ik weet bijna zeker dat dat wel mag. We doen eerst even de giant chest, daar zit in gold, 46 bats, 54 zebbies. Barbaren en de commons zijn 3 musketeers en die kunnen een level 9, dus dat is fijn. Dan gaan we nu door met deze chest. Ik weet, dat mag best wel van, mag best wel van Stef. Er zit 1 rare maar in, het is geen hele grote chest. 4 skellies, 1 barbaren hut en 10 archers. Oké, prima chestje, maar niet heel groot. Dan gaan we nu door met de magical chest en daar zit in wat gold, 5 skellies. 6 archers, 2 elixir collectoren, 7 vuurballen, oké, 83 bomber en helaas geen legendary, wel epics en dat zijn de guards. Prima hoor, prima. Dan doen we nu de 12 wins en dan doen we als laatste de super magical chest met natuurlijk de grootste kans op een legendary. De 12 wins chest zit in heel veel gold, wat bats, barbaren, speergoblin, oké, e-barbs, goblin gang. Battle Ram die bijna naar level 9 kan, dat is fijn. Goblin hutjes, daar komen de epics. 3 P.E.K.K.A.'s. Wat Ice Spirits, wat Minions. Moeten nog meer... Oh nee. Oh, Infernal Turtle van de level 9. Nu moeten we echt epics krijgen. Ja, we krijgen een Legendary. Je ziet hem glunderen. Ik vind dat zo vet dat ze dat hebben gedaan. Nieuwe update natuurlijk, daar komt hij. En de Legendary die we krijgen is de... Lumberjack, prima legendary. Hij heeft hem nog niet level 3, dus dat is wel fijn. Richting level 3, nice. Nou, dit is een lekkere chest. Dat was zeker een toppie chest. Dan gaan we nu door naar de allerlaatste.
Oh, wat heeft hij allemaal... Ah, berichtjes. Naar de allerlaatste, de Super Magical Chest. Ik heb er zin in. Eerst wat gold, gelijk een epic. We beginnen gelijk met een epic eentje. Dan wat Tesla's en Bats. We hebben alle comments gehad. 11 clone hebben nu, moeten nog één pakketje met epics krijgen. Dan hebben we nu alle epics gehad. En als we nu alle rares krijgen, krijgen we weer een legendary. We krijgen weer een legendary, want dit zijn giant. En je ziet hem al glunsteren. Ziek, 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 ziek. Ik ga de deed screenen. We gaan er gewoon voor 1. Oké. Welke gaat erin zitten? Welke gaat erin zitten? Oh, en het is de... Electro Wizard. Dat is chill, want die gaat richting level 4. Niet normaal. Die gaat gewoon richting level 4. Als hij die level 4 heeft. Oh my god. Dat is zo ziek als hij dat zou hebben. Maar alsnog... Prima chest opening. Het begon wat minder goed, maar het werd steeds beter. 2 legendaries alsnog kunnen krijgen. Dat is super top. Dan gaan we nu online spelen. Met welk deck gaan we online spelen? Zullen wij het even heel snel... Of al wel, dit is ook best wel een prima deck. Ik weet dat ik de Knight mag uppen. Dat weet ik gewoon van Stef. Want Stef is net zoals ik echt een Knight liefhebber. Dus de Max Knight hebben we nu. En dan gaan we gewoon denk ik met dit deck spelen online. Ja, dat gaan we wel lekker doen. Battelen. We gaan kijken of we kunnen winnen met dit Splash Yard deck natuurlijk. Dit is een ouderwets Splash Yard deck. We komen tegen Helu uit de clan Nova. En hij heeft 4293 cups en zijn level 12. En wij zijn level 11, maar wel hoge levels voor een level 11. Dus dat is natuurlijk wel fijn. Oh nee. Een level 4 Lava Hound. Oké, dit gaat nog wel lastig worden. Even denken hoor. Ik denk gewoon nu Graveyard Drop. Gewoon puur onder druk een beetje hoog te zetten. En dan doen we even de babydraak hier. Doen we even Skellies om die straks die Mega Minion af te leiden. Of we doen gewoon Tornado. We doen gewoon even Tornado. Hopelijk. Nee, we lokken die. Oh, dit is heel erg drama. Nee. Wat is nu het slimste? Ik denk gewoon nu snel naar Electro Wizard. Kunnen we de toren nog redden? We kunnen de toren niet meer redden. Nee, dat was ook niet slim gespeeld van mij. Waarom was het niet slim gespeeld? Ik haalde in de Tornado net niet die Lavahout erbij. En daardoor konden we dat niet allemaal splashen. En daardoor bleven de Mega Minion en al die minions levend. Die Tornado was echt slecht. Oké. Dan even de bode achterin. Dat was best wel goed tegen de Night Witch. Alhoewel die bode natuurlijk niet die badge pakt. En dan komt gelijk weer in de aanval. Oh nee. Oh, wat ben ik hier zo bang. Ik ben hier zo bang voor. Dat vind ik gewoon echt eng. We gaan eventjes dit even wegtornaderen een beetje. Zodat die bode nog een beetje levend blijft. In ieder geval die Night Witch killt. Die killt ook die Night Witch. Dat is fijn. Dan als die Mega Minion dood is, doen we snel even die Skellies. Ja, die Skellies zijn nu wel een keer op tijd. Waardoor die Mega Minion afgeleid hebben. En dan hebben we deze push best wel prima gestopt. Al zeg ik het zelf. Best wel prima hebben we deze push gestopt. Want het was best wel een dure push van hem. En dat hebben we best wel lekker tegen kunnen houden. Oké, als wij dus een Knight Graveyard combo gaan doen. Moeten wij de poison erbij hebben. Want anders... Oh nee, wat doe ik nou? Die Knight wou ik nog niet droppen. Dan moeten wij een poison erbij hebben. Waarom? Omdat we dan die minions kunnen uitschakelen. Maar nu ga ik niet die poison droppen. Omdat... Oh, hij komt niet eens met zijn... Oh, toch wel. Oh, dit is wel een lekkere poison. Ik ga hem toch wel droppen. Ik wou zeggen omdat die ballon eraan komt. Maar die ballon kunnen we denk ik ook wel zo stoppen. Want we hebben nu double elixir. Dus we hebben genoeg tijd om rustig een Electro Wizard neer te knallen. Moeten we nu wel even snel de toren gericht raken op die ballon. Oh nee, gelukkig. Net geen hit. Dan gaan we gelijk de druk hoog zetten met dit en met dit. Want we moeten natuurlijk nog die toren daar pakken. Gelukkig komt hij nu met zijn Lava Hound. Doen we eventjes de baby draak hier. En dan pakken wij die toren. Oké. Die toren rechts, die is binnen. Dat is heel erg fijn. Dan doen we eventjes de bode hier. En dan gaan we dit, denk ik, straks even tornadoen. Allemaal bij elkaar. Ja, we gaan dit allemaal bij elkaar tornadoen. Zo, doen we hem op. Meteen allemaal bij elkaar. Moeten we nog wel eventjes die ballon uitschakelen. Hopelijk kunnen we dat nu met die Electro Wizard. Kom op. Schakelen we die ballon uit? Nee, die ballon doet een hit. En dan moeten we nu heel, heel, heel snel in de aanval gaan. Want onze toren is weg. En we hebben nog maar 10 seconden om dit goed te maken. We moeten nu in de aanval met een poison spel nog maar. Maar dit is net niet genoeg. En dan is toch, dan heeft toch die allereerste defense ons de kop gekost. Helaas, we gaan nog even in één potje spelen om te kijken of we het potje wel kunnen winnen. Maar level 4 Lava Hound is ook best wel hoger. Wat is zijn PR? Oké, 5k is niet heel laag. Wat is Stef's PR? Ook ongeveer 5k. Dus dat is niet heel slecht van ons. Maar ik vind ook dit echt easy had kunnen winnen. Ik vind het ook gewoon niet zo'n heel fijn deck. Heeft hij Night Witch level 2? Ja, dat heeft hij. Dan gooien we die in plaats van de bowler erin. Gaan we verder kijken hoor. Dit is een ouderwets deck, zeg maar. Dit is niet een deck dat nu nog heel goed is. Even kijken hoor. Tornado, Skellies. Skellies wil ik er eigenlijk uit voor goblins, maar die kunnen we niet uppen.
Nou, dan houden we Skelly zo in. Dan gaan we nog één keer proberen. Maar in ieder geval, ik noem het de Night Witch. Want die Boder is natuurlijk niet zo heel erg sterk in deze meta, zeg maar. We gaan even kijken. We komen nu tegen Muji69 uit de clan German Precision. En hij is een level 12. Maar we gaan deze boy gewoon lekker even aanpakken. Wat gaat hij doen? Niks. Oké, hij doet dat. Nou, dan gaan we gelijk natuurlijk in de aanval. Dat is een makkelijke. Dan doen we gelijk in de aanval. En dan heb ik bijna mijn poison spel. En dan kunnen we die pomp, de toren en de troep die hij gaat verdedigen voor de graveyard poison. En dan hebben we een lekkere poison neergeknald. En dan pakken we die pomp, pakken we de toren. En dan killen we die execution als het goed is. Ja, die execution is dood. En we pakken gelijk de toren. En wat een heerlijk begin. Vorige keer begonnen we heel slecht. En nu beginnen we gewoon bijna, nou, bijna beter kan je niet beginnen. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. We staan gewoon 1-0 al voor. En we gaan even kijken wat onze Muji gaat doen. Muji, wat ga jij doen? Ga jij iets leuks doen? Nee, je doet nog even niks. Oké, dan doen we ook nog even niks. Oké, je doet wel wat. Doen we even Electro Wizard. Natuurlijk heel erg een counter tegen een Battle Ram. De Electro Wizard, dat weet iedereen nu wel. Doe even snel de Skellies om die barbaren af te leiden. Dan gaan we gelijk de druk gaan even je hoog zetten. Dan gaan we zo en zo. En dan hoop ik dat die Electro Wizard zijn pomp uitschakelt. Maar dan zullen we vanzelf gaan zien. Electro Wizard, ga jij de pomp uitschakelen? Ja of nee? Ja, toppie. Oh, huh? Zagen jullie dat? Het was opeens, was die Goblin Ganger en opeens was mijn Electro Wizard Fuji. Die was opeens op vakantie naar weet ik veel wat. Maar die was opeens weg. Dat was heel raar. Maar ja, we staan ons nog prima voor. En we hebben best wel wat damage gedaan met die graveyarden. Maar er komt wel een level 6 P.E.K.K.A. op ons afgelopen. En ik ben nu al een beetje bang aan het worden. We hebben op zich wel prima dingetjes om die P.E.K.K.A. een beetje af te leiden en zo. We doen even Electro Wizard hier in de back. Gaan we zo geen... dit vind ik wel gevaarlijk. Even kijken hoor, hoe we dit willen gaan doen. We doen even dit hier. Doen we eventjes dit hier, zo. Puur om die push een beetje. Maar dit gaat onze toren kosten. Die toren is weg. Ik zeg het jullie, boys. Die toren is echt, denk ik wel, zeker weg. Alhoewel als we die P.E.K.K.A. heel snel... Nee, die P.E.K.K.A. kunnen we niet killen. Oh, die hebben we wel nog op tijd kunnen killen. Maar die toren is weg. Ik zag het al een beetje aankomen. Oh nee, dan komt hij nu druk zetten. Oh nee, nu ben ik... Als hij nu een executioner... Hij doet een executioner erachter. Ik ben nu wel een beetje bang aan het worden. Doe snel eventjes dit hier. Zo, kom op. Dan lokken we die P.E.K.K.A. Doe even dit hier. Zo. Doe even de baby draak hier. Nu moeten we deze push stoppen. We moeten dit nu eventjes wegtornadoen. En als we één graveyard droppen, is het al genoeg, hè? Ja, we hebben dit heel mooi verdedigd. Dit hebben we lekker verdedigd. Nu moeten we even snel een graveyard push droppen. Maar ik heb nu niet de knight in de hand. En we moeten de knight erbij droppen. Oké, hij komt nu weer P.E.K.K.A. Ja, GG, dat is een grote fout van hem. Want die P.E.K.K.A. is achterin en die P.E.K.K.A. komt nooit nu bij onze toren. Als we dit nu even kunnen poisonen, alhoewel, wij komen er nu ook niet doorheen. We moeten nu al die toren pakken. We moeten nu echt wel die toren pakken. Kom op, Floris. Nee, we pakken die toren niet. Oh, nee. Oh, nee. Dit is wel best wel een beetje eng nu. Zo doen we Skellies hier. Dan gaan we nu Knight hier droppen. Zo, en dan doen we nog een graveyard. En nu is het een beetje een risico. Want die P.E.K.K.A. gaat bijna naar de toren. Ik moet hem wegtornadoen. Ik moet die P.E.K.K.A. wegtornadoen. Ik moet dit wegtornadoen. En dan moeten we heel snel die toren pakken. Oh nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Oh. Boys. Ja, je mag lachen. Ik accepteer dat gelach. Wat is zijn PR? Ik wil mezelf echt heel erg troosten nu. Oké, okay, het was geen hele slechte tegenstander. We hadden moeten winnen, alhoewel zijn levels nou niet lager waren dan die van ons. Level 6 epics, wij hebben er 2 van 6, 1 van 5. Wel die Griffith level 3 en die Electro Wizard level 3. Ik vind dat ik alsnog gewoon echt slecht gespeeld heb. Ja, sorry Stef, maar dat maakt denk ik niet heel veel uit, want hij speelt nu op een ander account dan Gumball. Dus ik denk dat hij niet heel erg vindt dat hij niet op Gumball speelt. Maar jongens, ik hoop dat jullie genoten van de video. Het was een leuke, gezellige video met een mooie chest opening. Ik hoop dat jullie genoten van de video, jongens. Ik zie me de volgende video en tot dan. Damage!